Ze lopen in het gebied van 150 hectare. En wat edelherten doen, die blijven niet op één plek zitten. Die lopen door het gebied. Omdat het gebied waar de edelherten rondlopen omheind is en het gewoontedieren zijn, is het voor de gids niet al te moeilijk om de herten te vinden. Kunnen ze zien? Jazeker. Wat vinden ze ervan? Ja, de herten zijn vooral imposant, die geweien. Ja, heel mooi. En het geluid, het brullen? Ja, het brullen. Hè? Ja, heel interessant om te zien hoe die beesten bewegen en hoe ze het geluid produceren. Zo mooi. Wat vind je ervan? Ja, prachtig. Prachtig, ja. Echt heel mooi. En dan met die zon, echt mooi. Veel mensen denken dat het burrelen van de herten een lokroep voor de vrouwtjes is. Maar dat klopt niet. Ze maken een flinke burrelend geluid. Althans, de mannelijke herten. En die doen dat echt om tegen elkaar te zeggen dat hun de baas zijn van de groep hinders. En doen ze niet om de vrouwtjes te lokken? Nee. Ze doen dat echt om, om op elkaar te zeggen van... ik ben hier een plaatshert en die vrouwtjes zijn voor mij. Geweldig. Indrukwekkend vind ik het al, moet ik zeggen. Ja. Is het ook waard om zo vroeg op te staan? Absoluut, ja. Geen enkel probleem. En meneer, is het gelukt om er eentje vast te leggen? Ja, natuurlijk. Tevreden? Dat is geen probleem. Ja, zeker. Zeer tevreden. Ja. Is het een beetje het plaatje wat u verwacht had? Voorlopig toch wel. Het kan altijd beter, hè. Ja. Wat is het ideale plaatje van een edelhert op beeld? Als ze een keer vechten met elkaar. Vechten? Ja. De bronstexcursies lopen zo goed dat ze tot de laatste dag zijn volgeboekt. Maar niet getreurd. De mannelijke herten die werpen natuurlijk eerst in januari, februari hun gewei af. Die begint dan weer opnieuw te groeien. Dat gebeurt ieder jaar overnieuw. En dan in september dan hebben ze inderdaad weer een mooi groot gewei. En dan begint het feest weer van vooraf aan.